het is heel gek dat we allemaal niet hebben kunnen voorzien dat er zoiets ons zou treffen. Hi en leuk dat je kijkt naar deze serie. Je hebt er ongetwijfeld ook mee te maken, het coronavirus. Omdat ik me super erg verveel en niet weet wat ik moet doen, ga ik elke dag FaceTime met verschillende gasten om eens te kijken wat zij uitspoken. Misschien hebben ze nog leuke tips om te kijken of te doen. Je kan geen boodschappen doen, je kan niet even lekker op het terras zitten met je vrienden. Laten we snel gaan bellen. Ja, daar zijn ze. Hoe is het met jullie? Nou, bij ons is het fantastisch, ja top. Ja, houden jullie het wel een beetje vol? Nou ja, weet je, het is natuurlijk gezien mijn leeftijd, is het best wel spannend. En ik rook. En hij rookt, dus hij loopt ook een beetje in de danger zone. En als je de beelden uit Italië ziet, en die hebben we onlangs op de televisie gezien, dan schrik je echt helemaal het apenlazen. Want ja, er zijn allemaal mensen die aan de beademing liggen, want dat coronavirus is niet een normaal virus, het is een ellendig virus. Ja, maar wat doen jullie nou om je te beschermen? Nou, wat doen wij eraan? Handen wassen, zo min mogelijk naar buiten gaan, geen mensen ontmoeten, geen afspraken. Nee, we hebben geen mensen gezien. Het wordt heel saai. Ja, snap ik. Ik zei, ja, weet je, ik zit de hele dag dus te appen met iedereen. En iedereen wordt gek van je. Te appen en dan net te bellen. Waarom is dat toch al op zijn telefoon? Voor hem maakt het niet zoveel uit. Maar voor mij, ik ben gewend, ik noem maar wat, te gaan bridgen, ben gewend koffie drinken, te gaan lunchen. Al die afspraken. Oh, dat vind ik dan niet even zo. Nou ja, ik ben wel mee, ja. Maar zeg maar, hebben jullie bijvoorbeeld ook inslagen gedaan bij de supermarkt, of doen jullie dat niet? Nee, vind ik zo kinderachtig. Nee, maar doen we elke dag boodschappen en handschoenen. En weet je wat ik ook, ik vind het echt nat dan naar de mensen van de voedselbank. Want daar doen de mensen die het al zwaar hebben. Die hebben het hier nog zwaarder en wij helpen natuurlijk. We hebben deze doelgroep van mensen zoveel geholpen. Ja, mag ik nog even uitpraten? Ik doe gewoon dagelijks boodschappen. Ik kan het niet voor 6 weken boodschappen doen. Moet ik het allemaal gaan invriezen? Maar ben je niet bang dat het stopt straks? Ik hou van vers. Ja, oké. Okay. Maar ja, als het straks op is, wat doe je dan? Dan ga ik het honden. Eet je de bloemen op achter je? Ga ik in de hondenvoedsel zitten? Nee, maar kijk, als er echt een nood in de mand zit, dan ja, weet ik veel. Nou, ja, dat zeg je dan, ga ik aan de hondenvoedsel zitten. We hadden iemand op bezoek in Frankrijk en toen hadden we een bakje staan. Dat was bedoeld voor de honden, maar dat hebben we ook stond even op tafel. Want het zag er heel leuk uit. Ja. Echt iets zat aan de lopende band te eten. En wat doen jullie zeg maar om jullie tijd te doden nu? Kijken jullie films of... Ja, we laten in principe de honden uit, dat moet gewoon gebeuren. Dus dat is het enige waar we durven uitkomen. En kijk heel veel films. Mokra Mafia komt vrijdag speciaal uit eerder. En Pernosa heb ik gisteren gekeken, de film was bij Pathé thuis. En dan wat anders. Ik zit de hele dag te Instagrammen. En stel nou, het is straks allemaal over. Je hoopt natuurlijk dat het heel snel dat er iets komt. Of een vaccin, of dat we weer naar buiten mogen. Ik ben bang van niet. Maar wat is nou het eerste wat jullie gaan doen als jullie weer naar buiten mogen? Het eerste wat we gaan doen is lunchen. Het eerste wat we gaan doen is onmiddellijk televisie maken. Ja. Popelen, maar kijk, we kunnen nu niks doen. We zitten ook in de gevangenis, laat ik ja. Het zo zeggen. Hey, maar hoe houden jullie dit dan vol? Want het is natuurlijk niet iets wat... Nou ja, we staan elkaar als hersens al bijna in. Maar dit is niet iets wat morgen weg is. Zeg maar, het gaat wel even duren. Hoe hou je het vol? Ik zal het je zeggen. Nou, ik slaap een uurtje langer uit dan normaal. Ja. Ik heb heel veel tijd om de krant te lezen. Dan volg ik alles op de televisie. Nou, dat is de helft van de dag al voorbij. Ja. En dan ga ik nog hier een beetje de huid vol schelden. En dan heb ik zelf boodschappen te doen. Of de honden uit te laten. Of ik ga de honden uitlaten. Yo, dat is zo on. Ja. Je kan wel merken dat de mensen niks te doen hebben. Want er hebben 850.000 mensen naar de herhaling zitten kijken. Wauw. Dat was wel een leuke herhaling hoor. Ja, ik had hem zelf nog niet eens gezien. Maar ik bedoel... Dat wil dan wat zeggen, dat er 850.000 mensen naar een programma kijken wat al lang op de buis is geweest. Ja. En ligt in een deuk. Ja, hoe leuk toch? Ja, geweldig. Ja, dat trilt om zijn ijdelheid.
Dat is ja. Heel volgens Maar gaan jullie bij RTL nou dezelfde programma's maken? Want je hebt natuurlijk Prijs voor een Prikkie gemaakt. Maar wordt het, komen er soortgelijkzelfde programma's of wordt het een heel ander pakket? We moeten wel eerlijk zijn, we moeten wel bij onszelf blijven. Jij kan heel leuk televisie maken, zo leuk babbelen. En wij kunnen heel goed mooie interieurs maken. Dus als wij nu een nieuw programma aan het opnemen zijn, dan gaat het natuurlijk wel weer over interieurs. Ja. Dus het zal wel een klein beetje lijken op wat we gemaakt hebben. Ja, kan ook niet helpen. Ja, we zoeken nog steeds B&B's, dus er kan nog steeds ingecheckt worden. Het heet dan Frank en Rogier checken in. Nou, oh, leuk. Ja, voorlopig we checken we helemaal niks. Ja, we checken uit, ja. Wij kunnen niet op de dingen vooruit lopen. Nee. Dit virus schijnt vreselijk te zijn. Echt, ik denk iedereen die jouw verhaal nu ziet, die zeg ik nog eens een keer. Jongens, zorg dat je ver van mensen vandaan blijft. Was je handen en... Blijf vooral binnen. Geen stiekem afspraken maken, kan nu. Nee, kan echt niet. Je hebt Tinder, hebben, maar dat is niet. Nee, nee, nee. Moet ook plat. Ja, helemaal plat. Al die S moeten plat. Nou, ik wou laatst wat bestellen hier. En ik kon alleen maar erotische dingen bestellen. Ik denk, dit meen je niet. Erotische taart, ja. Ja, nee, maar allemaal attributen en zo. Ja. Maar zeg maar, je kan, alles ligt op zijn gat. Maar dat is het enige wat ik kon bestellen. Kan je natuurlijk toch wel blijven bestellen, best leuk, maar dan moet je vertel entertainment toch. Ja. Hé, en wat is nou echt wat jullie het meest missen nu? Lunchen. Het meest missen is toch wel het contact met, ja, met mensen. Mensen. Ja, dat vind ik. Weet je, wij zijn mensen, dus ik bedoel, er ging bij mij geen dag voorbij. Maar ik ga zelf mijn broer niet opzoeken, want ik heb mijn broer, ja, die is 89. Dus oeh, ja, is gevaarlijk, ja. Want die zegt, die is bang dat ik besmet ben. En mijn andere broer, die woont naast me, maar ik ging de laatste kop thee bij drinken. Ging die 2 meter afstand van me zitten. Ja, maar ja, ik... Mijn moeder was vorige week jarig. En toen kwamen we dus binnen. Ja, dus gaf ik hem een zoen. En Frank gaf ook een zoen. Frank gaf ook een zoen. Ze zei, oh nee, dat mag natuurlijk niet. Nee. Dat vind ik eigenlijk een heel raar idee. Ja, ik doe, Maar iedereen voelt ook een beetje vies, lijkt mij. Als ik naar mensen... Iedereen vind ik vies. Als ik buiten ben. Omdat ik bang ben dat ze iets bij ze... Hebben jullie dat niet? Nee, heb ik helemaal niet. Oh, heb ik, Nee. Maar je houdt toch afstand. Ik heb ook een beetje dat ze... Nee. Ik wil juist heel aanraken. Geen maar... Ja, maar ja, als je naar buiten gaat, doe je het niet. Dus het is toch een beetje een soort van... Nee. Ik ga wel een beetje afstand, maar ik vind het wel heel ongezellig. Ja, tuurlijk. Ik heb wel een beetje lichamelijk contact. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben allebei heel erg fijn. Maar ja, ik ben de honden lopen. En de honden lopen naar iemand toe. Ja, ik weet niet of die het over kunnen brengen. Nee, schijnt niet. Nee, en weet je nou ook zo raar? Was gisteren liep dus hierachter. Even die achter zit best heel groot, soort bosachtig. En toen kwam er opeens een meisje naar me toe. Ja, een meisje, maar ik denk dat ze 31 was. En die zegt opeens, wat leuk, je bent voor het Paleis van Prik. Wil je een selfie maken? Ja. Ik dacht ook, ja. Ik dacht natuurlijk wel bij na, ik moet 1,5 meter afstand. Maar ja, ik heb er wel een beetje de arm om daarheen. Toch? Ja, nee, ik heb er niet aangegeven. Ik neem afstand van je. Ik heb een selfie met haar gemaakt, maar ik heb haar niet vasthouden of zo. Nee. Ja, ik heb er niet van. Dat moet je niet doen, je kan met haar praten en zo. Dat... Je moet eigenlijk gewoon zeggen, ga even 1,5 meter daar staan en maak die foto. Ja, kan jou het rotten? Je wil het ook niet hebben. Alles voor de fans. Lachen, maar laat me eerlijk zijn, het is wel bloedziek. Ja, heel. Het is heel gek dat we allemaal niet hebben kunnen voorzien dat er zoiets ons zou treffen. Ja. Hey, en ter afsluiting, wat zou jij iedereen aanraden die thuis zit en wat wil je als tip meegeven, jullie als tip meegeven? Oh, ik weet heel veel tips. Ga gezelschapsspelletjes doen, dat deden we vroeger ook. En natuurlijk hou je op de hoogte met de televisie wat er wel en wat er niet kan, maar... Ga zo weinig mogelijk naar buiten. Ja, je kan wel buiten zijn, maar niet met mensen samen scholen, bedoel ik. Nee. Ik vind echt het allerbelangrijkste wat Frank zegt. Blijf alsjeblieft binnen, want hoe meer mensen besmet worden, ja, hoe erger het eigenlijk is, denk ik. Dus ja. Ik weet dat die meneer, hoe minder kans je hebt. Ik weet niet wat meneer Rutte allemaal wil van ons, maar het kan me ook verder niet schelen. Ik heb het advies gekregen van de doktoren die het weten. Voorzichtig. En blijf binnen. Ja. En natuurlijk gaan we naar buiten om de honden uit te laten. Natuurlijk moeten we een boodschap doen. Maar Rogier trekt handschoenen aan. Ja, terecht. Ja, wel hele leuk hoor, hele leuk. Ja, je hebt gelijk, je hebt echt gelijk. Paars. Hey, superleuk dat ik even in jullie woonkamer mocht komen via het scherm. Als je weer behoefte hebt, je mag ons altijd bellen. Ja, leuk. Nou, we houden contact. Dankjewel, hè. Doei.